Hallo, welkom bij het webinar Digitale Impuls Cultuur. Normaal gesproken treffen wij elkaar tijdens ons jaarlijkse cultuurcongres. Maar dat kan vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Daarom organiseert de provincie een digitale reeks van webinars onder de vlag van Cultuurshock. Wij hebben ons cultuurcongres ook gedigitaliseerd. Digitalisering is bij vrijwel alle organisaties in een stroomversnelling terechtgekomen. Ook veel kunst- en cultuurinstellingen hebben inmiddels een deel van hun aanbod gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor publiek. Veel organisaties zijn nog aan het ontdekken hoe je met digitalisering echt impact hebt, of meer of ander publiek bereikt of inkomsten vergroot. Gelukkig duikt overal de creativiteit en innovatie op en komen er steeds meer inspirerende voorbeelden waarop organisaties binnen de cultuursector digitale technologie toepassen op een manier die echt voor hen werkt. In dit webinar neemt Tanja Zuiderwerk van DEN, het Kennisinstituut Cultuur en Digitalisering, ons mee in de digitale transformatie van de culturele sector. DEN inspireert kunsten- en erfgoedorganisaties om de digitalisering ten volle te benutten. Met super praktische tips neemt Tanja je mee en kun je direct mee aan de slag. Daarna spreek ik mijn collega Sven. Hij staat aan de lat voor de digitalisering in het brede, midden- en kleinbedrijf, waaronder ook culturele organisaties. Op welke manieren ondersteunt de provincie bij digitalisering? Daarover later meer in deze uitzending. Nu eerst het woord aan Tanja Zuiderwijk. Goedemorgen, welkom. Leuk dat er al zoveel mensen kijken op deze donderdagochtend. Ik ben hier vanuit DEN gevraagd om meer te vertellen over digitalisering in cultuur. Bij DEN doen wij onderzoek met instellingen van binnen en buiten de culturele sector naar de kansen en mogelijkheden die digitalisering ons bieden. Wij starten projecten op rondom digitale innovatie en wij ontwikkelen en delen kennis met de culturele sector. Dat doen wij om de maatschappelijke relevantie van collecties en de toekomstbestendigheid van instellingen te kunnen vergroten. Vandaag neem ik drie onderwerpen door. Allereerst ga ik het hebben over wat is digitalisering nu precies en welke ontwikkelingen zien wij in de culturele sector. Daarna laat ik enkele voorbeelden zien en tenslotte wil ik het hebben over het belang van het publiek in digitalisering. Mocht je vragen hebben, dan kun je die stellen in de chat. Na ieder blokje ga ik in op een aantal vragen die gesteld zijn. Nou, digitalisering op zich is een breed begrip. We bedoelen met digitalisering bijvoorbeeld het publiek maken van digitale collecties van musea, zoals je hier ziet bij de fundatie. Het beschikbaar maken van digitale collecties bij musea gebeurt in Nederland al op grote schaal. En dat betekent dat objecten op de website beschikbaar worden gemaakt door middel van foto's, maar ook door middel van aanvullende informatie bij de verschillende objecten, zodat ik als bezoeker meer kan leren over de digitale collectie. Maar digitalisering is meer dan alleen maar het omzetten van een fysiek naar een digitaal bestand. Als het gaat om digitalisering, gaat het ook om bestanden die nooit fysiek zijn geweest, zoals e-mails, foto's, digitale kunstwerken. Ook dat valt onder de noemer digitalisering. En dan gaat het met name om het ordenen van die bestanden. Dat is belangrijk omdat al die bestanden tezamen het verhaal vertellen over de collectie, over het collectief geheugen en het verhaal van instellingen. Nou, bij DEN praten we vaak over digitale transformatie. Dat gaat over verandering door het toepassen van digitale oplossingen. Nou, nu is digitaliseren niet het enige wat een verhaal kan vertellen. Om een verhaal te kunnen vertellen gaat het ook om ontsluiten en verbinden van collecties. Gelukkig hebben we daar dit jaar al heel veel innovatieve oplossingen van gezien. Marieke zei het net ook al. En daar hebben we heel veel van geleerd. Nou, wat er geleerd wordt, wordt op de voet gevolgd door onder andere DEN, maar ook door het netwerk Digitaal Erfgoed. Pakweg 10 jaar geleden moesten culturele instellingen nog heel veel
zelf oppakken, zelf uitvinden, zelf proberen. Tegenwoordig gebeurt dat gelukkig veel meer in samenwerking, in een netwerk. En het netwerk Digitaal Erfgoed creëert met dit netwerk gemeenschappelijke voorzieningen en creëert afspraken over bijvoorbeeld naamgeving en over te gebruiken technieken. Nou, een voorbeeld voor een voorziening voor digitalisering binnen de erfgoedsector is het spoorboekje digitalisering. Het spoorboekje digitalisering biedt een aantal ingangen of instapniveaus om met het digitaliseren van een erfgoedcollectie aan de slag te gaan. Per ingang vind je in het spoorboekje een stappenplan voor de stappen die je kunt zetten om je collectie goed digitaal toegankelijk te maken. Nou, dit spoorboekje is voor de podiumkunsten, maar ook bijvoorbeeld voor makers binnen design en digitale cultuur minder van toepassing. Voor de podiumkunsten zijn we bij DEN op dit moment bezig met het maken van een regieboek digitalisering, wat eind van dit jaar via de website beschikbaar komt. En ook zijn er ontwikkelingen rondom het vormen van een netwerk voor zowel de podiumkunsteninstellingen als voor de makers binnen het domein design en digitale cultuur. Nou, ik noemde het net al, naast het vormen van een netwerk en voorzieningen gaat het ook over overkoepelende afspraken. Hoe kunnen we gelijksoortige objecten met elkaar verbinden? Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat verschillende collecties waarin gelijksoortige objecten plaatsvinden, zowel op thema als op hetzelfde type object, dat die elkaar ook kunnen vinden, zodat we op die manier nieuwe waarden kunnen toevoegen en nieuwe verhalen kunnen vertellen. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is het platform Modemuze. Een platform waarin verschillende modecollecties vanuit verschillende instellingen worden samengebracht. Hier wordt bijvoorbeeld een verhaal verteld over de geschiedenis van de spijkerbroek. En die verhalen kunnen alleen verteld worden omdat met de verschillende collecties is afgesproken, als ik iets in mijn collectie jeans noem en iemand anders in een collectie iets een spijkerbroek noemt, dan kunnen we die twee objecten aan elkaar verbinden. Voorheen ging dat alleen handmatig en met veel onderzoek. En tegenwoordig draagt digitalisering daaraan bij om die verbinding en die ontsluiting van die objecten veel toegankelijker te maken. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling die we op steeds meer plekken terugzien. Maar hoe gaat zich dit nu verder ontwikkelen in de komende jaren? Nou, daarvoor hebben we bij DEN dit jaar met alle ontwikkelingen die dit jaar hebben plaatsgevonden een aantal toekomstscenario's ontwikkeld. En die toekomstscenario's gaan in op de ontwikkeling van de verhoudingen tussen publiek, maker, de ontwikkelingen in de maatschappij in de komende 5 tot 15 jaar. We hebben daarbij gekeken naar generatie Z. Hoe die zich gaat ontwikkelen. De digital natives, omdat die over 5 tot 15 jaar een belangrijke doelgroep zullen vormen voor digitaal erfgoed. Nou, we hebben daarvoor deze assen gebruikt om te kijken naar hoe die ontwikkelingen zich gaan verhouden tot elkaar. We hebben dus gekeken naar hoe gaat generatie Z zich verhouden als ze zich ontwikkelen tot actieve cultuurvormgevers. En wat gebeurt er als ze zich gaan ontwikkelen tot passieve cultuurvormgevers. Maar we hebben ook gekeken naar de ontwikkeling van de maatschappij. Wat gebeurt er als de maatschappij inclusiever wordt? En wat gebeurt er als we meer diversiteit gaan zien in de maatschappij en meer fragmentatie? Nou, daarbij hebben we ook ontwikkelingen meegenomen op het vlak van economie, van privacy. We hebben juridische aspecten ook meegewogen en natuurlijk ook cultuurbeleving. En samen met experts van binnen en buiten de culturele sector hebben we hierop 4 scenario's ontwikkeld. En die 4 scenario's wil ik graag met jullie doornemen. Ik begin linksboven en zal vervolgens met de klok mee de 4 kwadranten behandelen. Nou, wat gebeurt er als generatie Z zich gaat ontwikkelen tot actieve cultuurvormgevers en de maatschappij steeds inclusiever gaat worden? Nou, wat we met elkaar hebben verkend in dat scenario is dat cultuur steeds meer lokaal wordt gemaakt. Dat er hechte gemeenschappen gaan ontstaan. Dat er steeds meer geëxperimenteerd wordt. Er is ruimte voor experimenten. Experimenten rondom bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Of de inzet van robots binnen cultuur.
En daarnaast, wat gebeurt er als we nog steeds wel actieve cultuurvormgevers zien, maar dan in een meer gefragmenteerde maatschappij? Nou, wat we dan zien is dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de inzet van individuele influencers. Dat er langere lijnen worden gelegd, dat er grote online wereldwijde communities worden gevormd door die generatie. Dat er grootschalige evenementen worden georganiseerd door een klein aantal bedrijven die dan ook veel data verzamelen. Daaronder ga ik dan naar rechts onderin, de passieve cultuurvormgevers nog steeds in diezelfde gefragmenteerde maatschappij. Dus wat gebeurt er als generatie Z zich minder aantrekt van wat er of zich minder actief met cultuur bezig gaat houden? Nou, wat je dan ziet is dat de maatschappij zich meer naar binnen richt en dat er meer aandacht wordt besteed aan economisch herstel de komende jaren. Maar daarin zien we ook weinig verbinding en kruisbestuiving tussen culturele initiatieven. En dan vervolgens het laatste kwadrant. De passieve cultuurvormgevers in een inclusieve maatschappij. Daarin zien we een nationale stimulans van culturele initiatieven die in netwerkverband worden opgezet. Dus vanuit de culturele sector is er veel samenhang. Wat moeilijk is, is om de generatie Z, die in dit scenario zich passief bewegen, het is moeilijk om hen erbij te betrekken en hen te bereiken. Nou, waarom is het belangrijk om een dergelijke exercitie te doen? Om verder te kijken dan de komende jaren, maar echt op de wat langere lijn te gaan kijken naar de ontwikkelingen. Het is belangrijk omdat we dan kunnen zien dat kunst en cultuur aan verandering onderhevig zijn. Dat de verhouding tussen makers en publiek verandert. En dat wie betaalt voor cultuur wel degelijk van grote invloed is. Online en offline gaan zich steeds meer tot elkaar verhouden. En natuurlijk zijn niet alle scenario's even wenselijk. Gezamenlijk kunnen we, door in netwerkverband met elkaar samen te werken, de positieve kanten uit deze scenario's uitlichten. Nou, het goede nieuws is dus, je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Instellingen helpen om digitalisering in goede banen te leiden en om kennis op te doen over digitalisering. Wat wel heel belangrijk is, is dat je zelf keuzes maakt. Als je gaat digitaliseren, als je aan de slag gaat met je collectie, met het verbinden met andere collecties, met het ontsluiten, is het belangrijk om je te realiseren dat je niet alles kunt doen. Dat je keuzes moet maken hierin. Je kunt niet alles en je kunt ook niet alles tegelijk. Maar Den is er om de culturele sector hierin een handje te helpen en ook het netwerk Digitaal Erfgoed staat daarin bij. Door middel van workshops, tools, onderzoeken, kennis die gedeeld wordt op de websites. Na afloop van deze webinar zal ook een lijst met handige links hiervoor gedeeld worden met alle aanwezigen. Dat was deel 1 van de presentatie. Ik zie dat er geen vragen zijn. Dus ik wil eigenlijk direct met jullie door naar een aantal voorbeelden. Ik heb daarvoor 3 voorbeelden uitgezocht van instellingen die aan de slag zijn met innovatie in digitalisering in de culturele sector. Het eerste voorbeeld wat ik wil laten zien is het voorbeeld van het Night Hotel van het Noord-Nederlands Toneel. Zij zijn aan de slag gegaan met het nadenken over nieuwe verdienmodellen, waarbij het niet alleen maar gaat om het verkopen van kaartjes, maar waarbij het ook gaat om verbinding maken met je publiek. We gaan nu naar een filmpje kijken. This is our new hotel, our night hotel. It's a virtual hotel and we'd like to show you how it works. So you enter here, you could go start with a bar. There's nothing playing in the theater yet. Yeah, so I suggest we start with the room. You could ask our bot how does it work, but since I already know how it works, I'm just going to keep going to the rooms. You are taken through the lift. You can choose any of these rooms. I'm going to choose to start with Sofiko for now. And you can start by pressing these buttons here or using your arrows. You can slowly start walking into the depth of the room. In Sofiko's case, the first thing you see the video. You move a bit to the right. Or you can just move through the painting. You can watch Sofiko's
inspiration and the costume design. When you're done walking through Sofiko's room, which is very beautiful, you can go back to the rooms. And this way, there are 22 rooms. All of them have beautiful art, and you are welcome to experience them. When you're done, you can go back to the lobby. And at 8:15 in the theater in the evening, you can watch a performance. And at the end of the performance, after you've experienced the world premiere of Before and After on Thursday and Friday, you can go back to the bar. And there you could have a talk with your fellow public members that are not there now, so I can't show them. But it's a very simple system. You click on it quickly, and it requests for permission for your camera and microphone, obviously. And here you would see the other public members. Ethan, you can praise the performance, or you can trash it. It's up to you. The hotel opens on the 28th of April at 7:30. And it's gonna stay open and keep developing forever. But the first week, we have a lot of special program, live performances, and you're welcome to join us. Het Noord-Nederlands toneel was dus in april heel snel ingesprongen met Night Hotel op de ontwikkelingen die gaande waren. En zoals je al zag, hebben ze daarin niet alleen gekeken naar hoe krijgen wij ons product, onze voorstellingen, naar het publiek toe, maar ook hoe kunnen we verbinding maken met dat publiek en hoe kan het publiek verbinding maken met elkaar. Nou, de meest recente voorstelling die in oktober in première is gegaan, Swan Lake van Club Guy & Roni, draait op dit moment in het Night Hotel. En het bijzondere van Swan Lake is, ze hebben het ook Swan Lake the Game genoemd, dat dit een online en offline bezoekmogelijkheid heeft. Dus je kunt zowel offline in het theater naar deze voorstelling toe, als online binnen het Night Hotel. En die twee bezoeken vinden gelijktijdig plaats. Dus dat is een live streaming. En hebben ook invloed op elkaar. De keuzes die de maker of die de kijkers online doen, hebben ook invloed voor het bezoek offline. En door op deze manier zowel online als offline betalende bezoekers te bedienen, onderzoekt het Noord-Nederlands Toneel samen met Club Guy & Roni nieuwe verdienmodellen. Het tweede voorbeeld dat ik wil laten zien is iets heel anders. Dat gaat over een thematische presentatie van online collecties. En daarvoor gaan we kijken naar een filmpje van Netwerk Oorlogsbronnen. Getuigen van de Tweede Wereldoorlog vallen weg. Daarmee wordt het belang van bronnen groter om de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Om dat te realiseren is er het Netwerk Oorlogsbronnen. Ons netwerk bestaat uit instellingen en mensen die zich bezighouden met het digitaal toegankelijk maken van Tweede Wereldoorlog-collecties. Door bronnen met elkaar te verbinden, maken we ze rijker, beter vindbaar en bruikbaarder. Bijvoorbeeld voor onderzoekers, docenten, journalisten en tentoonstellingsmakers. In onze portal verbinden we online de fysiek verspreide collecties thematisch aan elkaar. De bronnen of bronbeschrijvingen die voldoen aan onze maatstaven nemen we op. Denk daarbij aan beeldkwaliteit, terminologie en rechten. Het gaat hier om primaire bronnen, zoals dagboeken, archiefstukken, foto's of voorwerpen. En om secundaire bronnen, bijvoorbeeld boeken en artikelen. We verrijken het materiaal met informatie over wie, wat, waar en wanneer. En het koppelen van al deze data creëert historische context. Hierin werken we samen met onze partners en gebruiken we innovatieve technieken. In de aankomende jaren werken we aan het verder uitbreiden van het netwerk, het verbreden van het collectieaanbod en het vergroten van de bruikbaarheid om volgende generaties te informeren. Samen met andere netwerken realiseren we onze ambitie en houden we de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend. Meer weten of meedoen? Bezoek www.oorlogsbronnen.nl.
Nou, leuk dat jullie ook in de chat zo goed reageren. Ik hoor dat er allemaal mensen zijn die ook ervaring hebben al en die het Night Hotel van Noord-Nederlands Toneel ook zelf hebben bezocht. Superleuk om te lezen. En als jullie nu vragen aan mij hebben, stel ze dan ook vooral in de chat, want dan kan ik daar later op ingaan. Voor nu wil ik ingaan op oorlogsbronnen.nl. Oorlogsbronnen.nl is een website van netwerk Oorlogsbronnen, waarin verbonden digitaal erfgoed via thematische verbindingen naar buiten wordt gebracht. De geschiedenis van de oorlog is in miljoenen foto's, brieven, dagboeken bij heel veel verschillende instellingen internationaal belegd. Op oorlogsbronnen.nl wordt dat erfgoed van meer dan 250 organisaties in binnen- en buitenland bij elkaar gebracht en ontsloten rondom gebeurtenissen, plaatsen, personen, thema's. En op deze manier wordt er een centrale toegang gecreëerd voor allerlei bronnen rondom de Tweede Wereldoorlog. En je hoorde het al in het filmpje, het netwerk groeit nog steeds. Dus als je nu zelf ook een collectie hebt die aansluit bij de Tweede Wereldoorlog, schroom dan ook niet om netwerk Oorlogsbronnen daarover te contacten, om te kijken wat jouw collectie kan bijdragen. Nou, voor het laatste voorbeeld neem ik jullie mee naar een lokale cultuurplek. De Museumfabriek en het Rijksmuseum Twente hebben dit jaar het erfgoed in de huiskamer gebracht. En ook daarvoor heb ik een filmpje meegenomen. Nou, onder dit filmpje zit geen audio. Dat komt omdat ik hier zelf een schermopname heb gemaakt van de virtuele tour die de Museumfabriek en Rijksmuseum Twente samen hebben ontwikkeld. Zij hebben hier, door gebruik te maken van 360 graden foto's, een virtuele tour gecreëerd, waardoor je zelf als bezoeker vanaf de bank door het museum heen kan lopen. Er zijn op verschillende plekken hotspots gecreëerd. Je ziet af en toe een i'tje in beeld. Daar kun je op klikken en dan krijg je meer informatie over de collectie. Op deze manier kun je toch nog een kijkje binnennemen, ook al kun je er niet direct naartoe. Er zijn ook verschillende manieren om door deze virtuele omgeving heen te bewegen. Het is ook mogelijk om deze virtuele tour via een VR-bril te bekijken, mocht je die thuis hebben liggen. En dan is natuurlijk de ervaring nog sterker dat je echt in het museum staat. Nou, wat ik al zei, zowel de Museumfabriek als Rijksmuseum Twente maken hier gebruik van dezelfde techniek. Dus beide hebben in dezelfde omgeving een beleving gecreëerd waarbij je inderdaad à la Google Maps, Google Street View door het museum heen kunt lopen. Dit is natuurlijk heel mooi om te zien. Dit zijn hele mooie ontwikkelingen die we de komende jaren waarschijnlijk nog veel meer gaan zien. Ja, erfgoedinstellingen waren hier al voor 2020 volop mee aan het experimenteren met deze manieren om hun collectie op een andere manier bij hun publiek te brengen. Dus we verwachten dat we hier de komende jaren nog veel meer van gaan zien. Virtuele tours, online rondleidingen met een gids, livestreams vanuit musea of vanuit theaters, online interactie met makers, een robot die je vanaf thuis kunt bedienen die door de tentoonstellingszalen heen rijdt. Noem het maar op. In de komende jaren gaan we hier nog heel veel ontwikkelingen van zien, is de verwachting. Ik zie dat er inmiddels ook een vraag is opgeschreven. Is er al een landelijk initiatief om theatervoorstellingen goed en veilig te kunnen streamen, zoals V-tickets? Dat is een hele goede vraag. Ik weet dat ook daar op dit moment volop ontwikkelingen in zijn. Bijvoorbeeld het netwerk Podium Kids is bezig om daar onderzoek naar te doen.
En ik weet dat er ook binnen de muzieksector daar een aantal initiatieven voor genomen worden. Er bestaat het platform Theaterflix, wat wel gebruikt wordt om theatervoorstellingen, dat gaat dan met name om registraties, om die te kunnen uitzenden. Maar echt een goed streamingplatform voor theaters, dat is nog niet binnen een samenwerkingsverband onderzocht en uitgerold. Dus daar wordt de komende periode ook nog meer onderzoek naar gedaan. Bedankt voor die vraag, hartstikke leuk. Als er andere vragen zijn, dan zie ik ze graag. En dan wil ik jullie nu meenemen naar het laatste onderdeel, waarin ik het wil hebben over het belang van het publiek. Uiteraard, daar doen we het allemaal voor. Ik gebruik in dit stuk begrippen als publiek, bezoeker, gebruiker door elkaar. En daarmee bedoel ik allemaal diezelfde groep mensen die wij graag willen bereiken met ons cultureel erfgoed. Oh, we hebben nog één vraag, hoor ik net. Doet het Nationale Opera en Ballet hier ook niet al iets mee? Ik weet dat het Nationale Opera en Ballet, dat die altijd heel vooruitstrevend zijn. En inderdaad ook bezig zijn met het streamen van voorstellingen. Net zoals het Nederlands Danstheater trouwens, die ook hun voorstellingen streamen. Dus ja, daar gebeurt al het een en ander mee. En die ontwikkelingen volgen wij dus ook vanuit Den op de voet. We hebben ook een interview met het Nederlands Danstheater op de website staan, waar je meer kunt lezen over hun ervaringen met streaming. Daar komt ook een hoop natuurlijk bij kijken wat meer op het juridische aspect zit. Dus als we kijken naar auteursrechten of naburige rechten van de makers. Dus ook daar zijn een hoop ontwikkelingen gaande die we volgen en waarover we hopelijk in, zeker het komende jaar, meer gestandardiseerd kunnen gaan werken. Ik hoop dat dat een antwoord is op de vraag. En dan wil ik nu graag terug naar het... Oh, er is nog een vraag. Ja, zijn er speciale subsidieregelingen? Zijn er speciale subsidieregelingen om dit te financieren? Er zijn een aantal fondsen die inderdaad ruimte bieden voor digitalisering. Ook daarover kun je op de website van Den meer informatie vinden. En strakjes in het laatste blok van deze webinar zal ook de provincie Overijssel daar nog wat meer over vertellen, wat dieper op ingaan. Ik ga nu terug richting het verhaal over het publiek en hoe we dat publiek kunnen bereiken. Wat we zien is dat we als culturele sector natuurlijk een hele brede doelgroep willen bereiken. En dat de inzet van de digitale collectie steeds meer op verschillende doelgroepen gericht is. Dat we vanuit diezelfde collectie diverse verhalen willen vertellen richting diverse doelgroepen. Nou, daarvoor is het heel belangrijk dat je collectie goed inzichtelijk hebt. Dat je goed weet wat er in je collectie zit en dat het ook goed vindbaar is. Want alleen op die manier kun je vanuit je eigen collectie of wellicht ook wel met de collectie van anderen meerdere verhalen gaan vertellen en collecties aan elkaar verbinden. Nou, het publiek staat altijd centraal als het gaat om het gebruik van digitaal erfgoed. En zeker als je je bezoek niet live op je locatie kunt ontvangen, maar als het bezoek is wat dus inderdaad op afstand achter een beeldscherm van jouw collectie gebruik maakt, is het belangrijk om te weten wie die bezoeker is en hoe je die bezoeker kunt bereiken. Nou, daarover wil ik iets meer vertellen en daarbij wil ik vooral zeggen, wees niet bang voor je publiek. Durf je publiek te bevragen en luister naar ze. Durf ze te betrekken. Dit kan soms heel confronterend zijn. Soms krijg je dingen terug die je liever niet had willen weten, maar waarvan het wel goed is dat je ze weet. Zodat je goed met je, dat je je publiek beter kunt bedienen en beter naar ze kunt luisteren en leer van ze. Ik wil nu graag 6 manieren doornemen om je publiek te bevragen, om je publiek te leren kennen. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om met je publiek in aanraking te komen. En hier neem ik er een aantal door. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het inzetten van microsurveys. Dat zijn korte vragenlijsten die je op je website kunt zetten. Je kent het misschien wel van die schermpjes die dan zo rechts onderin je scherm oppoppen. Waarin een aantal vragen worden gesteld over de website
die je aan het bezoeken bent. Nou, als je met microsurveys je publiek gaat bevragen, wees dan heel concreet in de vragen die je stelt. Werk met korte vragen en probeer ook het aantal vragen te beperken. Zeg niet meer dan 5. Op die manier kan je ook echt iets met de antwoorden die je terugkrijgt van je publiek. Waar je natuurlijk wel met langere vragen en diepgaander kunt werken, is in interviews. In interviews kun je meer diepgang krijgen en je kunt dit ook heel goed telefonisch doen. Je kunt het op locatie doen. En wat we dan vaak terug horen is, ja, maar interviews, dat kost zoveel tijd. En dat klopt ook, je moet je goed voorbereiden. Interviewen kost ook tijd en kost energie. Maar als het goed is, krijg je er ook heel veel energie van. En het is ook niet de bedoeling dat je tientallen gebruikers gaat interviewen. Als je 5 tot 7 mensen interviewt die jouw website bezoeken, dan weet je vaak al heel veel over de patronen van het bezoek op jouw website en waarom mensen bepaalde keuzes maken. Nou, waar je je ook heel goed voor moet voorbereiden is als je in gesprek gaat met focusgroepen. Als je hele specifieke doelgroepen, hele specifieke gebruikersgroepen wilt bereiken, dan kan het heel nuttig zijn om focusgroepen te vormen. Wil je bijvoorbeeld meer jongeren bereiken? Nou, ga dan eerst eens met die jongeren in gesprek. Vind ze bijvoorbeeld op scholen of bij verenigingen. En ga eens echt met die jongeren praten om te weten waar je ze kunt vinden en waar ze dan behoefte aan hebben. En bij focusgroepen geldt zeker, bereid je heel goed voor. Weet goed wat je wilt weten. Anders dan kan de groep wel eens het gesprek gaan overnemen. Dus houd daar ook zelf de regie in. Nou, iets indirecter, maar niet minder waardevol. Klantreizen. Nou, klantreizen, dan gaat het over klanten. Dat klinkt dan allemaal heel commercieel. Maar zo moeten we dat niet zien. Je kunt het ook bezoekreizen noemen. Dan klinkt het alweer een stuk vriendelijker. Heel leerzaam om met je team klantreizen uit te gaan leggen. Bij een klantreis focus je eigenlijk op 1 bezoeker of op 1 bezoekersgroep. En ga je vervolgens met je eigen team, dus met je eigen instelling, nadenken over waar je allemaal in contact komt met deze bezoeker of deze bezoekersgroep. Om vervolgens te bekijken of jij wel op de juiste manier ook terugkoppelt richting die groep. En of je wel de juiste interactie met ze opzoekt. Nou, dan daarnaast pilotprojecten. Heel belangrijk. Heb je iets verzonnen? Wees dan niet bang om het ook echt te gaan proberen. En begin daarin klein. Je hoeft niet meteen heel groot te denken. Begin met een klein prototype, als het kan, met bestaande technieken. En ga het gewoon uitproberen bij een klein groepje gebruikers. En leer van hen. En op die manier kun je dat steeds verder uitbouwen. En wellicht uiteindelijk veel grotere projecten neer gaan zetten met alles wat je geleerd hebt. En last but not least, ook heel belangrijk natuurlijk, statistieken, de analytics. Die waarschijnlijk iedereen wel op zijn website ook geïnstalleerd heeft. Je verzamelt heel veel gegevens over je gebruikers, maar dat blijft allemaal heel oppervlakkig. Dus je kunt daar wel grote lijnen uithalen, maar echt de diepgang, waarom maken mensen bepaalde keuzes, kun je daar nog niet uithalen. Daarom is het aan te raden om je statistieken, je analytics, de gegevens die je daar verzamelt, te combineren met 1 of 2 andere manieren van onderzoek. Om ook te kunnen onderbouwen waarom je bepaalde keuzes maakt. Die verschillende methodieken, die versterken elkaar namelijk. Je hoeft echt niet alles te doen, maar contact met je publiek is wel heel belangrijk. Echt contact. Daardoor kun je snel leren als je niet bang bent voor confronterende reacties. Is het dan zo dat echt iedere bezoeker voor iedere digitale instelling of iedere digitale bezoeker voor een instelling die aan de slag gaat met digitaal erfgoed, dat die anders is? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Bij Netwerk Digitaal Erfgoed is vorig jaar onderzoek gedaan naar het gebruik van digitaal erfgoed door verschillende soorten bezoekers. De algemene conclusies daaruit waren dat mensen het gebruik van digitaal erfgoed met name zien als een vrije tijdsbesteding. Dat is natuurlijk heel erg leuk, want daarin liggen nog heel veel mogelijkheden om ook nieuwe verhalen aan die groep te gaan vertellen. Een ander ding wat daaruit kwam, was dat mensen met name aan de slag gingen met het digitaal erfgoed, of het digitaal erfgoed gingen bezoeken, wisten te vinden, door iets wat ze hadden gezien in media. Iets wat ze in de krant hadden gelezen,
op de televisie hadden gezien, nationaal of lokaal. En daardoor gingen zij bepaalde websites bezoeken. Verder, wat opvallend was, was dat er eigenlijk weinig verschil te zien was tussen jong en oud publiek. Op het moment dat zij aan de slag gingen met digitaal erfgoed, dat zij bij een digitale collectie terecht waren gekomen, was het gebruik eigenlijk niet zo verschillend. De manier waarop zij daar terechtkomen, die verschilt wel. Jongeren zoeken meer in hele zinnen, terwijl ouderen meer zoeken in steekwoorden. Maar op het moment dat zij gebruik gaan maken van die digitale collectie, zien we dat verschil eigenlijk niet. Het verschil, wat gezien werd door de onderzoekers, zat echt in de context van de gebruikers. Nou, uit dat onderzoek hebben zij 8 contexten gehaald, of eigenlijk gedragsprofielen hebben zij die genoemd. 8 gedragsprofielen voor gebruik van digitaal erfgoed. Nu kan 1 bezoeker zich over deze verschillende profielen heen bewegen. En om dat te illustreren ga ik daar even een paar voorbeelden voor noemen. Zo kan een bezoeker bijvoorbeeld beginnen vanuit een game. In het onderzoek vertelde een jongen bijvoorbeeld dat hij veel games speelt waarin hij historische gebouwen of personages tegenkomt. Hij vertelde, zo kwam ik bijvoorbeeld in een game Jeanne d'Arc tegen. Nou, ik wist eigenlijk niet zoveel van Jeanne d'Arc, zei hij. Dus ik ben zelf op onderzoek uitgegaan en kwam vervolgens terecht in het profiel gericht informatie verwerven. Nou, toen is hij dus meer informatie gaan lezen over Jeanne d'Arc en heeft zich daar verder in verdiept. En is vanuit die informatie over Jeanne d'Arc verder gaan browsen en ontdekken. Dus zo voldeed hij in die ene bezoekersreis, klantreis, kwam hij met die 3 verschillende profielen in aanraking. Een ander voorbeeld, een klas. Een klas die een online rondleiding krijgt in een museum, begint bij het gedragsprofiel leren. Daarna krijgen zij vanuit de rondleider de opdracht om met objecten uit die tentoonstelling aan de slag te gaan om zelf een nieuw kunstwerk te maken. Nou, dan komen zij terecht in het gedragsprofiel creëren met objecten. Waarschijnlijk gaan ze daarna zelf eigen onderzoek doen. Ligt een beetje aan de leerlingen. Maar goed, sommige leerlingen zullen daarna zelf onderzoek gaan doen. En komen dan dus terecht in het profiel gerichte informatie verwerven. En waarschijnlijk ook browsen en ontdekken. Nou, hiermee wil ik zeggen dat bezoek van digitaal cultureel erfgoed nooit op zichzelf staat. Het staat altijd in een context. En het gebruik hangt af van de context van de bezoeker. Nou, het is belangrijk om te weten dat die bezoeker jouw digitale collectie bezoekt vanuit een context, die dus niet vast omlijnd is. De uitgangspunten hier, dus welke profielen je bedient, kunnen je handvatten bieden om je bezoekers te plaatsen en ook om vervolgens de interactie aan te gaan met je bezoekers. Dus heb je het idee dat je bezoekers heel erg blijven hangen in 1 bepaalde context, maar wil je ze ook graag andere contexten bieden? Ga daar dan over met ze in gesprek. Dan kun je nieuwe vragen stellen en ook nieuwe verhalen ontwikkelen die aansluiten bij jouw publiek. En over het ontwikkelen van digital storytelling en het ontwikkelen van andere verhalen voor je publiek is ook nog veel meer te vertellen. Maar dat is niet voor nu. Daarvoor kun je ook op de website van Dan kijken. En dan ga ik kijken of dat er nog vragen zijn. Nee, ik zie dat er geen vragen in de chat zijn. Dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de aandacht. En tot slot wil ik jullie meenemen naar een laatste voorbeeld, een lokaal voorbeeld. Namelijk een van de weinige presentatieplekken in Nederland waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in de programmering. En dat is Tatum in Overijssel. Tatum vertelt met hybride tentoonstellingen het verhaal van de maatschappij in ontwikkeling. Ze opereren in het brede veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. Laten wij maar eens een kijkje gaan nemen bij Tatum. Presentatie- en ontwikkelinstelling Tatum in Enschede maakt e-cultuur toegankelijk voor publiek en makers. En doet er onderzoek naar. Wat je nu ziet is dat de maatschappij een hele snelle transitie doormaakt, omdat die technologieën ook zich heel snel ontwikkelen. En wat wij doen is wij maken die technologieën zichtbaar voor publiek, zodat zij daar zelf keuzes in kunnen maken, dat zij zelf hun eigen besluiten kunnen nemen hoe zij met die technologie om willen gaan in hun eigen leven. Een goed voorbeeld van hoe wij technologie zichtbaar maken voor mensen is de Make It Kids.
Dat zijn kits met ontzettend veel verschillende technologieën erin. En die ondersteunen wij met een aantal tutorials en lesbrieven. En kinderen krijgen dat thuis gestuurd of die kunnen daar op school mee aan de slag. En leren op zo'n manier hoe die technologie ingezet kan worden om zelf iets heel moois te maken. Maar ook hoe dat wordt gebruikt in het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld van zo'n technologie is augmented en virtual reality. Wij zagen 10 jaar geleden dat dat nog echt heel matig werd gebruikt, heel erg voor speciale groepen. Maar we zien nu dat kinderen, jonge kinderen van 8, 9, 10 al kunnen werken met die technieken. En we zien dat het steeds meer wordt toegepast, ook bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Ja, dus het wordt gebruikt om te laten zien wat de erfgoedrelatie is met die openbare ruimte, welke verhalen er hebben gespeeld. En het zal niet lang duren en dan betekent het dat ook die openbare ruimte wordt ontdekt door reclame, door allerlei andere vormen van communicatie. En wat wij willen is dat bezoek dan ook weet hoe je die technieken kan toepassen in je leven en welke keuzes je daarin kan maken. Tatum neemt haar bezoekers op 3 manieren mee. Dat doen we door fysiek tentoonstellingen te maken. Dat betekent dat mensen gewoon hier dat kunnen bezoeken tijdens de openingstijden. Maar wij doen dat ook door een tentoonstelling te maken die offline toegankelijk is. Dat kan iedereen over heel de wereld volgen. Dat zijn andere componenten, maar wel rond hetzelfde thema. En wij hebben een robot. En via die robot kan je vanuit huis zelf de fysieke tentoonstelling bezoeken. Dat betekent dat je niet alles kan zien, maar het betekent wel dat je de internetwereld die je daaraan gekoppeld is, veel beter een plek kan geven, omdat je ook de fysieke setting hebt gezien. En een van de succesvolle digiprojecten die wij de afgelopen maanden in coronatijd hebben gedaan, heette Fireside. Dat was een samenwerking tussen Duitse en Nederlandse leerlingen. Die konden elkaar niet ontmoeten door corona. En wat we hebben gedaan is, we hebben een ontwerpworkshop gedaan waarbij een Duits en een Nederlands kind samen een onderdeel voor hun huis hebben ontwikkeld. En zo hebben samen dus 2 klassen een aantal huizen ontwikkeld. En dat betekent dat het project volledig digitaal heeft plaatsgevonden. Ze hebben digitaal in dezelfde documenten gewerkt, samen ontwerpkeuzes gemaakt, maar beide vanuit eigen omgeving. En wat daar heel mooi aan is, is dat nu we dit hebben gedaan, betekent dat ook dat we kunnen samenwerken met kinderen uit China, India, waar ook ter wereld, omdat afstand nu hierin geen onderwerp meer is. Er is nu een vorm gevonden waarin je gewoon heel goed kan samenwerken en samen een ontwerp kan maken tussen 2 scholen, waar ook ter wereld. Na dit succesvolle project wordt er ook alweer vooruitgekeken. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een project dat heet Make Health. En dat is een programma waarbij we zorgtoepassingen gaan ontwerpen voor een individu wat ook echt een zorgtoepassing zoekt. En wat wij gaan doen is met een interdisciplinair zorgteam daar die behoefte op maat ontwikkelen. Dat gaan we ook weer doen in digitale teams. Dus dat is heel erg spannend hoe wij ook digitaal die verbinding kunnen maken tussen die persoon die die zorgbehoefte heeft en de specialisten en de ontwerpers en de makers die in het team aan het team verbonden zijn. Hallo, welkom terug. Tanja, er is nog een vraag, begreep ik, uit de chat. Ja, over, dat begreep ik ook. Ik begreep dat er nog 1 vraag was over in hoeverre het digitale bezoek aan een museum het fysieke bezoek beïnvloedt. Ja, daar moeten we natuurlijk nog meer onderzoek naar doen. Maar wat we voor nu zien, is dat het met name zo is dat de fysieke bezoekers andere bezoekers zijn dan de deels in ieder geval andere bezoekers zijn dan de online bezoekers. We zien dat online bezoekers bijvoorbeeld mensen zijn met jonge kinderen die moeilijk van huis weg kunnen. Mensen die echt verder weg wonen of die door een fysieke beperking niet echt naar de locaties toe kunnen komen. We zien bijvoorbeeld bij dansvoorstellingen en bij muziekvoorstellingen dat er met Nederlandse livestreams heel veel internationaal publiek, dus echt publiek van buiten Nederland ook intuned. Dus zo zien we dat echt ook echt een ander publiek bedient. Nou, dankjewel Tanja. Goed om aanvullend op het verhaal van Tanja nog even stil te staan wat wij als provincie zelf met name doen aan digitalisering. Zo hebben wij bijvoorbeeld een provinciaal digitaal erfgoedcoach. En dat is Martine de Boer. Zij is werkzaam bij het HCO. Bij haar kunnen erfgoedinstellingen terecht met hun vragen over het duurzaam toegankelijk maken van digitaal erfgoed.
Maar de provincie staat op meer manieren klaar om de digitalisering een goede impuls te geven. In de studio is aangeschoven onze collega Sven Schuurs. Sven, welkom. Als MKB-vriendelijkste provincie zijn we ons ervan bewust dat veel culturele en creatieve organisaties qua omvang onder het MKB vallen. En daarom hebben we Sven gevraagd en uitgenodigd. Hij staat namelijk aan de lat voor de digitalisering binnen het MKB. Sven, wat zijn de ambities op het gebied van MKB en digitalisering? Ja, goed dat je het vraagt. Nou, de ambities van de provincie zijn om ook het brede MKB te helpen. De ambities van de provincie zijn om het brede MKB ook te helpen om de eerste stappen te zetten in digitalisering. Wat je ziet is dat de afgelopen jaren, met name in de maakindustrie, al veel is gebeurd op het gebied van digitalisering. En het afgelopen jaar, twee jaar, ook in veel andere sectoren het steeds meer begint te spelen. En ik denk ook dat alle COVID-ontwikkelingen daar ook een versnelling in hebben gespeeld. En wat we proberen te doen is door middelen of regelingen, maar ook door netwerkvorming, ondernemers te helpen om ook die stappen tot digitalisering te zetten. En wat zijn voorbeelden van samenwerkingen van MKB, digitalisering en cultuur? Ja, je ziet in de presentatie van Tanja, die net was gegeven, waren een aantal hele mooie voorbeelden vanuit de cultuursector. Maar er zijn meerdere dingen, zoals bijvoorbeeld ook de digitale werkplaatsen. Er zijn landelijk, zijn er in alle provincies, maar ook in Overijssel zijn de digitale werkplaatsen. Waar ondernemers worden gekoppeld ook aan studenten die aan de slag gaan met vragen op het gebied van digitalisering. Zo is er bijvoorbeeld ook een digitale werkplaats in Zwolle die zich ook richt op het MKB breed. Dus als je bijvoorbeeld een vraag hebt hoe zorg ik ervoor dat ik ook mijn diensten online kan aanbieden. Dan kan je bijvoorbeeld gematcht worden met een groep studenten van e-commerce, van de faculteit e-commerce. Die aan de slag gaan met jouw vraagstuk. Maar er is ook, we hebben dit jaar als provincie zelf ook een digitaliseringsvoucher opengesteld voor het MKB. Breed. Ja. Daar heeft bijvoorbeeld ook het Burgerweeshuis in Deventer gebruik van gemaakt. En als het goed is, hebben we daar ook een mooie video van waarin ze laten zien wat ze daarmee hebben gedaan. Hi, welkom bij het Burgerweeshuis, het poppodium in Deventer. Waar we normaal concerten geven, dansavonden en we houden ons bezig met talentontwikkeling en cultuureducatie. Kom verder. Dit is de grote zaal en normaal past hier 450 man in. Dit is de coronaproefopstelling met stoelen voor 50 man en 1,5 meter afstand. Nou, naast dat we hier normaal concerten en dansavonden hadden, houden we ons ook bezig met talentontwikkeling en cultuureducatie. En leiden we bijvoorbeeld scholieren rond door het poppodium en vertellen we wat voor beroepen hier allemaal zijn. Helaas kan ook dat niet door corona en daarvoor hebben we een oplossing gevonden. Mijn naam is Pilter en zo meteen ga ik hier optreden. Maar eerst neem ik jullie mee achter de schermen bij misschien wel het leukste poppodium van Nederland. Nou, we zagen dat de provincie een hele mooie regeling had, een digitaliseringsvoucher. En daarmee hebben wij een digitale rondleiding opgenomen. We hebben Pjotr, een artiest waar we al veel mee samengewerkt hebben, gevraagd of hij de kijker mee wil nemen achter de schermen van wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van een concert of een evenement. En daarbij krijg je ook in beeld welke functies er allemaal zijn binnen het Burgerweeshuis. Nou, het optreden begint eigenlijk bij Job en Samai en dat zijn de programmeurs. En zoals je ziet is Job al druk aan het bellen. Het doel van de film is om deze als educatiemateriaal te gebruiken op middelbare scholen. Normaal komen leerlingen hier en vertelt iedereen wat hij doet. Dat kan niet. En nu willen we dat via film overbrengen, alleen dan in het klaslokaal. Als we deze video niet hadden gehad, dan zou dat betekenen dat leerlingen en hier niet konden komen en ook niet op de hoogte zouden zijn van wat wij hier allemaal doen. En wat voor leuke banen er allemaal zijn binnen een poppodium. En doordat wij gebruik hebben kunnen maken van de voucher, hebben we echt een hele toffe video neer kunnen zetten waar we super trots op zijn. Nou, dat was een mooi voorbeeld waar je blij van wordt. Ja, toch? Sven, en met welke digitaliseringsvragen kunnen culturele instellingen een digivoucher vragen? Ja,
Nou, wat je eigenlijk zag bij de regeling die dit jaar open was gegaan bij de digitaliseringsfoutje, dat was eigenlijk ook in de sneltreinvaart gegaan, ook vanwege alle ontwikkelingen. Nou, die was heel goed ontvangen. Dat was ook een beetje een test om te zien van hebben MKB-bedrijven daar behoefte aan, maar er was voor meer dan 1,5 miljoen aangevraagd. Die is inmiddels ook weer dicht. En die zijn we nu ook aan het evalueren, ook om te kijken vanuit welke sectoren zijn veel aanvragen gedaan, waar hebben de bedrijven de aanvragen voor gebruikt. En dat nemen we ook weer mee om te kijken voor het vervolg, als we de regeling weer opnieuw open willen zetten, om te kijken waar zo'n regeling dan aan moet voldoen, of waar je als bedrijf aan moet voldoen. Maar dat kan bijvoorbeeld voor het inschakelen van software om je interne processen te optimaliseren. Ja. Of als je inderdaad wil kijken naar hoe zorg ik ervoor dat ik mijn diensten online kan aanbieden. Dat kan heel verschillend zijn. Oké, en wanneer verwacht je dat er een tweede ronde komt voor de regeling digitaliseringsfoutjes? Ja, nou, we verwachten de eerste resultaat van de evaluatie al eind dit jaar. En we willen ook nog de mensen die daar deel van hebben gemaakt, willen we ook begin volgend jaar ook nog een enquête sturen om te kijken hoe zij het hebben ervaren. En we hopen voor volgend jaar in de zomer de regeling ook weer open te zetten. Oké, nou dan dankjewel voor tot zover. Graag gedaan. Digitalisering baant de weg naar mooie groeimogelijkheden. Ik hoop dat wij jullie daarover in dit webinar hebben kunnen inspireren. Wie succesvol wil digitaliseren, kan terecht bij de provincie. Kan terecht bij Sven, voor vragen wellicht. Zeker. Bij Tamara de Boer, bij HCO en bij Den. Aansluitend aan dit webinar sturen wij alle kijkers een mail met daarin de tips en tricks van Tanja. En om later nog eens rustig na te lezen en mee aan de slag te gaan. Ik wens jullie heel veel succes met het verder digitaliseren. En bedankt voor het kijken. En hopelijk tot ziens op 10 december voor onze talkshow. Tot dan.